zijn nu op de Kerkbrink. We staan op het punt te beginnen met de Hilversum Alive Bootcamp Run. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Hilversum Alive dat we dit onderdeel hebben toegevoegd aan Hilversum Alive. We hebben een beroep gedaan op het Stadsfonds. De subsidie is gehonoreerd en daarvan hebben we extra aankleding voor de bootcamp run mogelijk kunnen maken. We hebben een personal trainer in kunnen huren die de warming-up en de cooling-down verzorgt. We hebben een DJ neer kunnen zetten en we hebben een hele goed gevulde goodiebag voor de deelnemers kunnen maken. Voor Hilversum betekent dit dat we een extra leuke activiteit, een sportieve activiteit, hebben kunnen toevoegen aan Hilversum Alive. Wij doen mee omdat we sportief willen zijn. 5 kilometer rennen en dan ook allemaal activiteiten en ja, je bent met een groep bezig, dus dan ben je wel allemaal hard aan het sporten. Dit moet uitgroeien tot een groot sportevent, elk jaar terugkomen tijdens Hilversum Alive, met de ambitie om net zo groot als de Nike City Run te worden. Ik heb net meegedaan aan de bootcamp van Hilversum Alive. Het was leuk om door het centrum te rennen en bij alle podia verschillende workouts te doen. Leuk om de sportscholen te leren kennen en te ontdekken welke dingen zij doen en hoe de trainers zijn.